De band voor te stellen, niet? Dat is mooi. Waar hebben die man hier zo met die zilveren sik? Theo! Ja, ik kan geen grijs meer zeggen van hem. Ik sta niet meer op. Een mooie man. Theo! 58, weet je wel? 90. Ja, kom op. 60! Hij is nog 16 in zijn broek, zegt hij zo. Onze backbone, zonder hem zijn we echt helemaal niks. Ja, echt niet. Ik bedoel, dat is de man. Ik bedoel, wij lijken de man, maar dat is helemaal niet zo. Hij is de man. Daar wil ik nog eventjes iets bij toevoegen, dames en heren. Kun je even stoppen? Kun je even jezelf arm laten zien? Rechterarm, ja. We hebben een keer getoerd met een Amerikaan. En toen zei die Amerikaan tegen ons, now that's commitment. Die man heeft gewoon blacktop op zijn arm getatoeëerd. En dat is geen grap. In ons midden. The heartbeat of the band. Mr. Theo! Theo Thumper! Theo! Hij heet Thumper omdat een of andere Amerikaanse dude die noemde hem Theo Thumper. En sindsdien is hij Theo Thumper. Maar we hebben een leuk liedje voor hem. En dan gaat het vol. Thank you.
Hij tijd gaat op en loopt terug. George Clooney. Het is meer die blik en die espresso die erbij. Die moet je erbij denken. We hebben vanavond de hele avond over de George Clooney blik gehad. Kijk. Ja. Anne-Maarten! Oké, sorry. Ik ga eventjes. Dit is er niet te geloven. We zijn een professionele band. Nou, je wel, als entertainment trouwens. Ja, bedoel, alle dames komen voor George Clooney. Oh, ja, tenminste niet allemaal. Boven de 16, zeker. Ik heb mijn jas gezien, vaak. Jij niet? De espresso die dit doen, hoor. Ja, ja. Dank je wel. Maar deze man, minstens zo interessant. Misschien wel veel interessanter, waarom? Hij heeft een veel langere hals dan die van George Clooney. Op vocalen, basgitaren, overdrive basgitaren. Mr. Anne-Maarten, heel leuk! Deze is gewoon echt vol.